daar eens bij het laatste kwartier dat hele podium gekregen. Jammer genoeg, hè, wat wij dus gedaan hebben, is eigenlijk met die tentjes van Jan programma maken met de dominee samen en zo. Je had veel meer programmatische invulling. Je kan wel een podium maken, maar als je daar geen programma, dat is net als een buurthuis, als je daar geen programmatische invulling op geeft, dan lukt dat niet. Hè. Maar toch zijn er hele leuke dingen gebeurd. Al die hoogbouw in dat stadriehoek, de openheid van de mensen om dat toch te aanvaarden. Je ziet nu ook die markthal, maar ook, laten we zeggen, met scholen. Ik denk dat we wel wat leuke dingen gedaan hebben. Dat was natuurlijk een heel ander type buurt dan Kool. Maar toch denk ik dat we daar eigenlijk toch belangrijke dingen gedaan hebben. Ik kom nu nog, die mevrouw, die de man stond op die boot, weet je, die woont nu in Zevenkamp, ja, ja. Schatje. Ja. Dus je komt dus echt bepaalde mensen tegen die echt heel leuk zijn. Ja, over Kool, dat kan ik natuurlijk ook nog honderden dingen kunnen vertellen met de tuin waar Laudie ook zit. De tuin Jacobus staat met die eigen wijze Jan de Koning en zo, weet je wat. Is maar echt heel leuk. Er zijn heel leuke dingen gebeurd, ook in al die straten, ook met kunstwerken en zo. Dat is echt prachtige dingen gebeurd. Maar ik kwam dan, ik combineerde op een gegeven moment Kool met Zadriehoek. Maar op een gegeven ogenblik kwamen er jonge mensen, ja, die wilden dan, dus Maarten en Friso. Friso was een oude dominee, was zo'n beetje typisch als ik. Maar die is jammer genoeg niet te lang gebleven, weet je wel. Die is dan met kindje begonnen en dan is hij dan toch in dat Utrecht blijven hangen. Dat was voor Kool wel een beetje jammer. Dat bedrijf Samengebouw was ook heel interessant in Kool, wat toen van de grond gekomen is en zo, met heel typische figuren. Maar in elk geval, op een gegeven ogenblik ging ik dan weg uit Kool en zat ik in Stadruk, maar zeiden ze van, joh, kan je niet naar het Oude Noorden? Want in het Oude Noorden ligt de boel een beetje op zijn gat en de deelgemeente wil stoppen met Sonar en zo. Hè. En ik heb ook weer heel veel geluk gehad met dat Oude Noorden, want zij wilden eigenlijk, de coöperatie die wilde woningen verkopen, maar die konden die aan de straatstenen niet kwijt. En wat moet je doen? En op een gegeven moment kwam er iemand van het sociaal platform, van Wissenius zo, een oudere man. En die zei van, ik wil niks te maken hebben met instellingen. Ik wil alleen een paar mensen spreken die hart hebben voor die buurt en zo. En hij deed dat een beetje met een zwaan kleef aan. Hij ging naar een origineel meisje van het kinderparadijs, een soort artistiek buurthuis. Die verwees naar mij en ik verwees dan naar Maria van de school. Enfin, we waren met z'n zessen en zo. En we maakten een heel eenvoudige analyse op een plein. Er zijn zes jongen die schoppen er iedereen af. En dat is een groot hekwerk, apenkooi, allemaal steen en zo. Dat is verschrikkelijk. Weer Marokkaanse en Turkse vrouwen op de bankjes en de kinderen spelen en maakt er een groene toestand van. Is gelukt. Vervolgens buurthuis, dat wijkgebouw, dat is een Marokkaanse bolwerk met allemaal tralies voor en zo. Tralies weg, we maken er een wijkgebouw voor de hele buurt van. Is gelukt. 250 kinderen op het verenigingsleven, dat ze geen hangjongeren worden. Hè. Dat is ook aardig gelukt. En zo uiteindelijk, dat plein is door jongeren zelf, tot onze grote verwondering, is dat eigenlijk één grote groene plek geworden met een chillheuvel en andere dingen en zo. Dat ging via een triviant spel architectuurinstituut, weet je wel. En die jongeren zelf, die hadden toen een hele groep Turkse jongeren, die hebben een groen model naar voren gebracht. Soms zijn er wonderlijke dingen. En dan die coöperatie, die had ineens allemaal van die jonge meiden, weet je wel, zo, de woonconsulent of zo. En de toenmalige directeur die zei, Ed, ga jij die meiden maar coachen, weet je. Nou, dat was mooi. Vooral omdat die meiden een groot budget mee hadden, weet je. Dus we hebben dan vijf grote binnenterreinen hebben helemaal aangepakt en zo. Via het kinderparadijs ook is de Erasmusbuurt is ongeveer volgens mij de enige kindvriendelijke buurt in Rotterdam geworden en zo. Met allemaal fabelbeesten aan lantaarnpalen en zo. Het is ook heel veel vergroend. Dus in Noord hebben we heel veel dingen voor elkaar gekregen. Dus nu krijg je natuurlijk een veel kleinere micro-participatie, wat ook niet onbelangrijk is hoor. Maar het gevaar is dat dan die samenhang uit de weg is.
Ik heb altijd de neiging, nou, velen van jullie misschien ook iets, ja, is dat nou onze opleiding zo? Wij willen altijd iets van een organisatie van elkaar krijgen, georganiseerde bewoners. Als je nou leuke bewoners hebt, hè, maar de ene is er is een bioloog bij, die heeft verstand van planten, van bemesting en zo. Hè. Andere twee zijn techneuten, die kunnen beugels maken, weet je wel. Hè. Nog iemand anders is een beetje wetenschapper, die maakt een heel douchesysteem om alles te bewaren. Wat is er nou verkeerd dan, weet je wel? Nee, dat is helemaal verkeerd. Hè. Dus nu, elke bewoner die een plantenbak aan lantaarnpaal voor hem heeft, die gaat de ladder op en die gaat er zelf water geven. Hè. En die gaat er zelf zijn plantjes in zeggen. En dat gaat dan over 250 van die bakken of zo, kun je je voorstellen. Hè. En dan hebben we er nog 450 schelpen aan de muur. Hè. Nou, je moet ze allemaal zelf beplanten en regelen en zo. Terwijl ik zit een beetje te denken van, ja jongens, laat ze dan misschien bij Toolbird iets doen, maar zorg ervoor dat je iets van organisatie hebt, weet je wel. Dat je dus weet dat dingen bewaard blijven en lopen en zo. En dan kan je nog op allerlei manieren kinderen en mensen bij betrekken, weet je wel. Enfin, dat een beetje over dat... Dat oude noorden, maar ik wou nu nog, maar misschien ook niet lang maken, maar Jan heeft gezorgd voor...